Vandaag is het Katie Cotty, de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van slavernij in het Nederlandse Koninkrijk. Het is heel belangrijk dat we in Nederland elk jaar stilstaan bij die afschaffing van slavernij. Niet alleen vanwege pijn en leed die tijdens de slavernij is veroorzaakt, maar ook om ons te realiseren dat het slavernijverleden doorwerkt in hedendaags racisme in onze samenleving. Ik was zelf afgelopen winter op werkbezoek op het Caribisch-Nederlandse eiland Sint Eustatius. En dat stond bekend als de Golden Rock, het meest winstgevende stukje Nederland van de West-Indische Compagnie. We verdienen daar heel veel geld als Nederland met de handel in wapens, in kruiden, maar ook in tot slaafgemaakte mensen. En Sint Eustatius staat voor veel mensen symbool voor de plek waar Nederland als eerste de soevereiniteit van de Verenigde Staten erkende, vanuit Fort Oranje. Maar bij Fort Oranje gebeurde ook een andere belangrijke gebeurtenis in onze geschiedenis. Het was namelijk op die plek dat tientallen tot slaafgemaakte mensen naar het huis van de gouverneur trokken om te eisen dat ze betere werkomstandigheden kregen, meer lonen en meer vrijheden. Maar in plaats van dat ze dat kregen, werd hun protest beantwoord met wapens. En enkele tot slaafgemaakte mensen werden gedood en vele raakten gewond. Dat was een trieste dag daar op Sint Eustatius, maar uiteindelijk hier in Den Haag wel een van de aanleidingen om het debat over het einde van slavernij in ons koninkrijk te versnellen. En in 1863, lang nadat Frankrijk en Groot-Brittannië slavernij al hadden afgeschaft, besloot ook Nederland dat te doen. Maar het duurde nog tot 1873 voordat er een definitief einde kwam aan slavernij in ons koninkrijk, omdat plantagehouders met slaven nog een overbruggingsperiode kregen. En in 2023 is het dus 150 jaar geleden dat slavernij definitief ten einde kwam in het Nederlandse koninkrijk. D66 en GroenLinks stellen voor om in 2023, 150 jaar na het definitieve einde van slavernij in ons koninkrijk, een herdenkingsjaar te organiseren. Waarin we uitgebreid stilstaan bij het leed dat tijdens slavernij is veroorzaakt. Maar ook meer de dialoog met elkaar aangaan, extra voorlichting geven. Op scholen, maar ook op allerlei andere plekken in het land. En dat zal soms een ongemakkelijk of een onprettig gesprek zijn, maar het is wel nodig. Niet alleen om recht te doen aan het leed van slavernij, maar ook om met elkaar in gesprek te blijven over hoe dat verleden doorwerkt in onze hedendaagse samenleving en leidt tot racisme en discriminatie waar veel van onze landgenoten elke dag mee te maken hebben.